Michelle, daar zitten we dan, hè, op de stoel. Ja, ik ben best wel zenuwachtig. Ja. Ja, over die zenuwen gesproken, er zitten ook allemaal mensen naar je te kijken nu. Ja, hoi. Nou, dat maakt me niet zoveel uit, maar meer die druk om dadelijk echt auditie te doen. Waarom denk je dat jij vandaag de jury weg gaat blazen? Waarom moet jij bij Fris horen? Nou, ik hoop het. Hè. Ik denk het niet, maar ik hoop het. Ik wilde het super graag en ik hoop dat ze ook echt die motivatie in mij zien dat ik het ook echt graag wil. Ik wilde al vanaf ik klein ben, wil ik al in een meidengroep. En van, ik keek er altijd tegen op, Spice Girls, maakt niet uit. Hè. En nu kwam dit zo op mijn pad en toen dacht ik, nou, dit is echt een kans, die moet ik nu pakken. En ja, ik hoop dat hun dat ook echt terug gaan zien in mijn auditie. Hoi, sorry. Je ziet er hartstikke mooi uit. Dankjewel. Allereerst. Dankjewel. Welk liedje ga je zingen en misschien kan je jezelf kort even voorstellen. Ik ben Michelle Dubbelboer. Ik ben 22 jaar, sorry. Ik kom uit Best bij Eindhoven en ik zou eigenlijk het nummer Boy I Like You gaan zingen. Alleen ik ben best wel hees en dat is misschien een ouderwets smoesje, maar het is echt niet echt helemaal lekker. Dus ik heb net besloten dat ik toch even twee refreintjes pak die mij nou net wat lekkerder liggen. Ja, oké. Nou, doe waar je goed bij voelt en heel veel succes. I was made to love you, boy. You were born to give me joy. We were made for loving all night long. You gotta be mine. I was made to love you, boy. You were born to give me joy. We were made for loving all night long. You gotta be mine. Hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart. Give me all your love, all your love. Ja, zenuwen gieren door mijn lijf. En ik dacht echt, oh, shit, dan krijg ik een blackout. Maar het ging allemaal wel goed. En toen we begonnen te praten en commentaar gaven, en zei Samantha geen kippenvel zei ze. Dus ja, doet je dan zo goed, dan heb je echt zo'n gevoel van, daar doe ik het voor. Weinig van gemerkt inderdaad. Alleen toen jij volgens mij de laagte in ging, hoorde je een klein beetje dat je last had van je stem. Maar goed, goed dat je het van tevoren hebt gezegd. Maar daarnaast heb je echt een prachtige stem. Ik had echt kippenvel. Oh. Ja, nou, serieus. Dankjewel. Bij het eerste liedje had ik heel erg kippenvel. Omdat je het was een beetje fragiel. Mooi met de vibratie. En ik vond het ook wel heel leuk om te horen dat je eigenlijk twee liedjes hebt gekozen. Met Hands Up hoorde je iets meer pit in je stem. En dat is ook wel echt goed bij ons, zeg maar. Dus heel goed gedaan. Dankjewel. Dankjewel. Ja, ik ben super blij. Vooral na al die zenuwen die nou vandaag de hele tijd door mijn lichaam gingen.